Ik ben Fred Gerritsen, ik ben lijsttrekker van de fractie van Democraten.nu Almelo, de lokale partij van Almelo. Democraten.nu staat voor een aantal dingen in deze hele mooie stad. Dat gaat de leefomgeving en je genietomgeving moet optimaal zijn. Hoe gaan wij dat voor u verzorgen? Dat zou op één manier kunnen. Betere betaalbare woningen, betere zorg voor jong en oud. En niet alleen de woningen waar wij alleen kunnen wonen, maar ook de woningen waar wij met elkaar in kunnen leven. Zorg, woningen voor ouderen. En niet te vergeten, waar is de veiligheid gebleven? Veiligheid moeten we met elkaar omhoog zien te brengen. Wij moeten een veiligheidsgevoel creëren. Dat gaan wij voor u proberen te realiseren. En wat zijn we nog vergeten? Het zwembad, het schoolzwemmen. Waar is dat gebleven? We hebben er al jaren op gehamerd. Maar ik beloof u dat wij dat gaan realiseren voor u. Schoolzwemmen moet weer terug. De jeugd moet weer doen aan sport. En wat voor zaken hebben we nog meer vergeten? Weet u nog die mooie oranje afvalbak? Oh, wat een discussie was dat. Het huidige college hield zich eraan vast, hield de bak vast en wilde geen kant op. Wat hoorden ze in één keer dat Democraten.nu graag van die oranje bak af wil. En het werd een verkiezingsitem en ze wilden het nu graag regelen. Wij zorgen ervoor dat hij weg is. En wat doen we met de papierbak? De papierbak moet weer terug naar de verenigingen. Haalden ze hun kleine centjes van weg. Konden ze leuke dingen van doen. Hoeven we niet meer apart te subsidiëren. Maar kunt u zelf bepalen wat u met uw geld wil gaan doen. Dat zijn keuzes die we met elkaar gaan maken voor deze tijd. En dan gaan we naar het milieu. Milieu is belangrijk. Nee, dat klopt. Maar één ding is niet belangrijk. Landschap vervuilende zonneparken. Wilt u dat? Ik denk het toch niet. Wilt u windmolens in uw achtertuin en last hebben van de schaduwslag? Dat wilt u niet. Wij gaan ervoor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. En wat we wel gezamenlijk gaan doen, is met u samen werken aan deze stad om gezamenlijk zorgen dat het wonen, werken, leven en creëren een feest is voor u en ons. En stem Democraten.nu om dit te realiseren. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Ja, zeker moet er geïnvesteerd worden in de binnenstad. Zeker in de winkelruimte, maar niet alleen de winkelruimtes of de voorzieningen. Ook het wonen voor jong en oud moet beschikbaar gesteld kunnen worden. Daar zal de gemeente een bijdrage in moeten leveren om de stad florisanter en bruisend te maken van binnen. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Jazeker zal het uitgebreid moeten worden, want de werkgelegenheid waar Almelo en zijn omgeving behoefte aan heeft, zullen we op die plek neer kunnen zetten. Dat zal een regiofunctie krijgen voor heel Almelo en laten we dat niet vergeten, het zal voor onze stad ook een meerwaarde zijn in zijn ontwikkeling, in zijn kracht. En zeker, laten we dat ook niet vergeten, we zijn een mbo-stad en we hebben behoefte aan ruimte, werk en werkgelegenheid. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Zeker zal dit niet moeten komen, laat dat heel duidelijk zijn. Zonneparken horen op daken en windmolens horen niet in het gebied en zeker niet in het landschap van het mooie Almelo. Dit moeten we zien op een andere manier in te vullen en daarmee onze duurzaamheidsdoelen te halen. Dus nogmaals, zonneparken, nee, die moeten op de daken en windmolens komen niet in Almelo. Laat dat duidelijk zijn. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. De uitbreiding van woningen is natuurlijk een hot item en we moeten daar niet een grote zaak van maken, maar voor Almelo zeker wel. Uitbreiding voor jong en oude nieuwe woningen moeten zijn. Maar laten we één ding niet vergeten. Niet alleen een woningbouw is belangrijk, maar daarbij ook een nieuwe wijk in Almelo is belangrijk. En stem op Democraten.nu om in Almelo te realiseren een nieuwe woonwijk voor betaalbare woningen voor jong en oud. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn.
Ik vind het altijd een hele mooie opmerking, meer bijdragen bij cultuur. De middelen die op dit moment beschikbaar worden gesteld, moeten goed geïnvesteerd worden op de juiste plek en op de plek waar cultuur ook moet groeien en door kan ontwikkelen. Dus onze partij zegt, Democraten.nu in Almelo, cultuur met de middelen die we nu hebben, kunnen we een fantastisch cultureel omgeving creëren voor deze mooie stad. Laat dat de boodschap zijn.